Naast mij staat Christopher Gildenleu, bassist van de band Kayak. Voorheen bassist van de band Pain of Salvation. En hij heeft ook een nieuw album uit. En dat album heet Let Me Be a Ghost. En we hebben straks Chris die een nummer live gaat spelen voor ons. Voor deze uitzending. En welkom Chris. Nou, bedankt. Hey, Pain of Salvation. Ja. Dat is best een behoorlijke grote band. Jij hebt met de... Hoeveel LP's heb je... De CD's in die tijd. Want de LP's was toen helemaal... Oh, dat was toen nog niet. Ja, was helemaal uit. Ja. Helemaal niets. En die worden nu, dat is wel leuk, die worden wel nu wel heruitgebruikt op LP. Dus ik heb ze nu wel op LP. Dus dat is wel leuk. Maar 6 albums heb ik meegedaan. De eerste 6. Maar wat was eigenlijk de reden dat jij dacht van, weet je wat, ik ga wat anders doen. Of ik stop ermee. Ik verhuisde hier naartoe, naar Nederland. Ja. In 2003. Dan hebben wij tot en met 2005 door kunnen gaan. Maar de afstand was gewoon te veel. Oh, oké. En toen zag ik ineens weer een hele rits met optreden staan. Dat we misschien ooit een keer voor een speciale gelegenheid alsnog weer een podium op gaan. Dus het is niet in die zin van een afscheidstour wat dit is het, klaar. Maar het is in ieder geval de laatste keer dat we gaan toeren. Ben jij wel al bezig wat ga ik naar Kayak doen? Of wil jij dan je echt alleen nog maar storten op je eigen solowerk? Of denk je, nou, ik zou alweer eens in een vette band willen zitten of zo? Natuurlijk. Ik zit eigenlijk in een heel goede positie. Ik maak mijn eigen muziek. Dan mag ik alles zelf bepalen. Ja, heerlijk. Heel eerlijk. Geen compromissen. Ja. Nadeel is daarvan dat je moet ook alles zelf doen. Ja. Je moet alles zelf gaan regelen. Ja. Er is niemand die je daarbij helpt. Ik doe heel veel sessiedingen. Dat is juist de compleet omgekeerde. Jij vraagt, ik draai. Ja. Ik zeg wat je wil hebben en ik speel het. Ja, 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 ja. En dat is ook leuk. Soms gewoon een opdracht krijgen, uitvoeren. Als de klant tevreden is, dan ben ik ook tevreden. Ja, ja. Chris, jij gaat zo een nummer voor ons spelen. Ja. Het nummer heet? Infected. Van Infected. Mijn vorige plaat eigenlijk. Okay. Nou, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw bezoek aan onze studio. En dames en heren, dit is Christopher Gildenleu met... Infected. Yes. Bedankt, Chris. Bedankt. Hoi. Box. So take away my anger,
cursed disease, rise.